Hallo beste ondernemers. Mijn naam is Jan Jansen en ben voorzitter van de Stichting Ondernemers Beter Examen. Zoals u weet heeft het coronavirus de afgelopen maanden de samenleving ongekend hard geraakt. Bedrijvigheid, maar ook de gezondheid van de mensen heeft behoorlijk onder druk gestaan en staat nog steeds onder druk. Maatregelen van de overheid zijn in eerste instantie gericht op het beschermen van de volksgezondheid en het beschermen van de zwakkeren in de samenleving. Overigens een keuze die ik zeer terecht vind. We zijn inmiddels aanbeland in een nieuwe fase. En deze nieuwe fase staat in het teken van het opstarten van de 1,5 meter samenleving. De uitdagingen die we hierbij tegen moeten komen zijn ongekend. En oplossingen zijn niet alleen te vinden in het thuiswerken, maar met name ook op het organiseren van de werkzaamheden op de werkvloer. Hiervoor zullen we samen, net zoals de overheid oproept om als samenleving gezamenlijk de schouders eronder te zetten, ook als ondernemers gezamenlijk de schouders eronder te zetten, om op een creatieve manier, inventieve manier, innovatieve manier de 1,5 meter samenleving en onze bedrijvigheid in te voeren. Hiervoor is het van belang dat wij kennis kunnen delen met andere mensen en andere bedrijven. Bij deze zou ik jullie dan ook willen oproepen om goede ideeën, best practices, innovatieve oplossingen, kortom, dingen die de andere ondernemers kunnen helpen, met ons te delen. Wij zullen dan ervoor zorgen als ondernemersvereniging dat deze goede praktijken gedeeld worden met u. Om het zo makkelijk mogelijk voor u te maken, stel ik voor om uw ideeën aan ons vast contactpersoon Liesbeth Versteeg te verstrekken en dan zullen wij zorgen dat het in een of andere manier bij jullie terechtkomt. Bij voorbaat dank.